gaan het hebben over vanavond. Dus jij wil naar Triggerfinger. Maar ik ga wel niet naar Triggerfinger, ik wil volledig Gorillaz. Ja. Dus je gaat op hun alleen naar Triggerfinger dan? Nee, vrienden. Ik heb het afgesproken met je eigen vrienden. Je doet wat je wilt. Als jij met je vrienden naar Triggerfinger wilt, dan zien we elkaar dan als je mij vindt. Muziek alle dagen, hè? En Triggerfinger niet. Nee, dat is waar. Zo is dat. Dat is life. Ah, that's life. That's life. Life is life. Tada, Thibaut, Thibaut! Wij vinden het leuk om je te ontmoeten eigenlijk. Je hebt al serieus naam gemaakt de laatste dagen op sociale media. Heb je een tip voor hem? Ik zou zeggen, goed insmeren, want als losse mens ken ik dat. En je zegt echt los, dus ja, dat is waar. Veel pintjes drinken, omdat dit werk is. En dat je ervan moet genieten. Kom eens. Redelijk goed als wat? Kun je hem straks gewoon heel even meepakken? Ja, wat een beperkte. Even een klein doekje. Nee, jij gaat straks met hem naar de back zitten. Mag ik geen doekje back zien? Nee. Is voor u. Zet je klaar voor je interview op de Nationale Radio? Er luisteren veel mensen, maar er kijken ook veel mensen. Hè? Supergoed voor de luistercijfers, ja. Dit. Als Eva dat doet, dan zitten we met een enorme piek, hè. Eva, stop het gedraag nu! Sophie Lemaire, dames en heren, mijn beste vriendin. Jij gaat nu voor het eerst met ons fokken op de wei. Het is zoals 5 jaar geleden met Piet Huizentruis op de wei komen. Ja, ik voel me een beetje een ster, dankzij je vader. Wat dacht je zo? Eén keer een gezond kosteet op een festival. Een lekker pakje friet met mayonaise. Een servela, de eerste snack, nog steeds een krak. En een knieworstje. Ik heb gekozen voor noedels en ik heb nu natuurlijk spijt. Zalig. En een servela ook, joh. Malen. Top, zalig hè, samen naar het festival. We zitten met een situatie. Fokke was super graag in Staples zien. En nu zit de Club C zit volledig vol. We gaan ons in de drank moeten slaan. Lekker vibe met Fokke. Dat zijn de goede momenten, hè? Dat gaan wij ons nog jarenlang herinneren, Lander. Ik zou u graag willen voorstellen aan één van mijn favoriete collega's, Stijn van de Voorde. Goedenavond, meneer. Goed. Ik heb een paar tips gegeven. Ik weet niet of Linde de tips doorgegeven heeft. En de tips waren? Wel. Oordopjes? Ja. Ja, oordopjes. Maar nee, die tips zijn perfect. Perfect. Goed. Bedankt, vuistje. Ja. Dag. Ik heb niet respect voor u wel. Helemaal uit het Frankrijk. Moet ik niet weten? Ik ben een beetje verouderd, meneer Merkoen. Ik heb lang met je dochter samengewerkt. Maar enfin, ken je... Ik heb er juist met Siska bezig. Nee, serieus. Ik was met Siska bezig. Mark, ik mag toch Mark zeggen, dat doet heel veel pijn. Ben ik mis? Duurde gewoon te lang. Sorry. Duurde gewoon te lang. We gaan naar Queens of the Stone Age nu. En waar spelen die kindjes? Die spelen daar. Laat u gaan, hè. Ricky, wie wil je zien? De rode tafels. Je papa. Papa. Mag je je presenteren, meneer? Mijn eerste festival. I wanna make up. I wanna make up with you. Gwendoline Rutte. Volgende keer mag ik mijn papa ook mee. Als ik het goed begrijp, kom ik volgend jaar niet meer naar werk. Maar komt jij? Met uw fokken. Ja, ik dacht dat je met de mijne ging. Maar niet samen in één tent, hè. Dan deal. Zwamworsten? Dat is niet lekker, hè. Moet jij een goede worst hebben? En jij hebt nooit deze meegemaakt. En? Zo van? Ja, kom samen met je dochter in een tentje. Wat een lieve mensen hier eigenlijk. Ik vind het kei schattig. Does anybody know, Lord, if we're looking out on the sea?